At Colroad Group, sustainable entrepreneurship is definitely discussed in the theme mobility. How? By decreasing the impact on both the environment and the local residents. This is why for some time now we've been reorganising our supply system by also working during the night and off-peak hours. Het voornaamste doel van de deelname van Colruyt Groep aan het PEAK-project is eigenlijk de creatie van een werkbaar geluidskader. Het is te zeggen, een geluidskader dat toelaat om te leveren tijdens de dagrand met daarbij de nachtrust van de buurtbewoners in acht te nemen. Bijvoorbeeld door de inzet van stille materialen en stille infrastructuur. Colruyt Groep also participates in similar projects in Brussels and Wallonia. There the results are similar. Our investments in silent material and covered unloading docks. Een gedeeltelijke verschuiving van de leveringstijdstippen naar het dagland heeft eigenlijk een drietal belangrijke maatschappelijke voordelen. Enerzijds zouden er tijdens die daluren veel minder vrachtwagens op weg zijn, wat betekent dat een gedeeltelijke verschuiving sowieso een filevermijdend effect heeft. Bovendien komt dat ook de verkeersveiligheid ten goede, aangezien vrachtwagenchauffeurs tijdens die daluren veel minder geconfronteerd worden met zwakke weggebruikers zoals fietsers en voetgangers. En tenslotte profiteert ook het milieu mee, want vrachtwagens die minder in de file staan, produceren logischerwijs ook veel minder CO2-uitstoot en uitstoot van fijnstof. If you want to reorganize your transport, you should not be afraid to take a look at the means of transport you're using. Colruyt Group decided, for instance, to start transporting certain goods by boat rather than by lorry. Intercontinental goods arrive by freight ship in the harbour of Antwerp. We avoid air transport as much as possible. 80% of our products travel by inland vessel to the harbour of Brussels, the harbour closest to Hulle. Thanks to this inland shipping, there are 3,000 fewer lorries driving between Antwerp and Brussels. Transport via water of via spoor is een milieuvriendelijke oplossing. Zij zorgen ervoor dat de CO2-uitstoot een stuk kan worden verlaagd. Vandaag slagen we erin om meer dan 40% van onze CO2-uitstoot te reduceren door gebruik te maken van trein of water. Daarnaast zijn er nog een aantal maatschappelijke voordelen verbonden aan duurzaam transport. Eén, door de scheiding van goederenvervoer en personenvervoer verhogen we de veiligheid op de weg. Trein en water zorgen ook voor minder geluidsoverlast. En ten derde halen zij heel wat vrachtwagens van de weg en draagt dit een steentje bij tot de fileproblematiek. Colruyt Group is going to move its transport from the peak hours to the off-peak hours and from the road to the water and the train tracks. And that's how the group contributes to a more viable mobility.